Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij Uncharted 2 Among Thieves. Ik ga verder met Uncharted vandaag. Laten wij Uncharted 2 gaan spelen. Ik heb natuurlijk eerst Uncharted 1 helemaal gedaan. En nu is het tijd om Uncharted 2 te gaan spelen. We gaan gewoon op normal difficulty spelen. I did not tell half of what I saw. For I knew I would not be believed. Dat zei Marco Polo een keer op zijn doodsbed in 1324. Oké, fair enough. Wow. Where the hell are we? Uncharted 2 wordt over het algemeen gezien als de beste Uncharted van de drie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is 2011 volgens mij dat hij is uitgekomen ongeveer. Misschien in 2009 zelfs nog. Dus nog niet eens in 2011. Ik weet het niet. Ik moet geen foutieve informatie vertellen. Wow, de Ju, waar zijn wij joh? Midden in een avontuur. Oh god. Zo. Wow. Maar dat ziet er vet uit. Lekker actievol meteen. Oh my god. Oh crap indeed, mate. Je zit, je hangt daar gewoon aan de treinwagon. Kan allemaal, oh shit, wij moeten spelen. A rock in a hard place. Nou, het lijkt in ieder geval op elkaar. Waar moet ik heen? Wow, die rotsen zien er echt HD uit. Wat is daar? Kan ik daar ook, oh. Ga daar dan maar niet heen. Oh. Ga toch maar weer hierheen. Wow, huh? Dat is raar eigenlijk. Ineens zijn we hier. Kunnen we ook die kant nog wel? Die kant kunnen we ook al. Oh, en we kunnen hier helemaal. Oh, kijk. En dan omhoog. Rustig omhoog. Oh, shit. Oh, shit. Het... Oh! Oh my god. Daar viel even een rots op mij. Er viel een hele grote rots op mij. Press X to jump. 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 Goed zo. We leren nu hoe we moeten jumpen. Holy shit. Nou. Dit zet meteen de toon. Oh kijk, dit is mooi. Zo'n paar. Oh nee. Oh. Dit is echt mega actievol meteen. Ook al hoef je alleen maar te klimmen. Hold in the direction you want to swing. En press jump. Ja, ik weet niet waar ik op moet swingen, joh. Oké, ineens werkt het. I got it now. Ja, ik weet nu wat ik moet doen. En dan on the ledge. Maar dit is nog heel gevaarlijk. Ik denk dat we... dat de stoelen... De stoelen zijn nu een soort klim. Oh. De stoelen zijn een klim. Het perspectief gaat helemaal weg. Oh nee. Daar zijn we weer. Wow. Klein beetje scripted hier ook. Maar dat is logisch bij dit soort games. Alleen. That is not working, Sander, wat je hier doet. Oh, oké. Okay. Hij moest zijn hand uitsteken. Een klein beetje irritant was dat. En nu? We moeten verder omhoog. Lijkt mij. Oh, we moeten daar aan de zijkant. En dan kunnen we hier met de pijp weer omhoog. Ah, oké. Okay. Got it. Oh, nee. En precies wanneer we bijna boven staan, begint het te glijden. Komt de companion cube nog even uit de trein? Er kwam een companion cube uit de trein. Dat is cute. Oh. Ik zat een beetje te lang op die buis. Dit is goed. Springen we daar nog even op. En dan is hij gewond. Doe het! En dan rennen. Oh. Door de trein rennen, please. Rennen. Rennen. Oh, nee! Rennen. Ik wist het. En dan spring je er net op. Ja. Oh, maar. Oh, nee.
Oh, phew, hij heeft het overleefd. Nathan Drake. You go absolutely crazy. Damn, son. Fade to white. Wat is daar allemaal gebeurd? Hij zit hier lekker op de Bahama's. Dat ziet er veel beter uit. Het is niet zo koud in ieder geval. Tjonge, jonge, jonge. Buy me a drink, sailor. Buy me a drink, sailor. Hey! Harry Flynn is dat. I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. Harry Flynn die zocht naar Nathan Drake. Waarom deed hij dat? Really? A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. We moeten weer gaan treasure hunten. Yeah. You're not gonna like this. Oh no. No, you're out of your mind. Yeah, just hear me out. No, Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this and place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. Ah, hij kan het niet zonder. Alleen Nate die denkt nu al, nee, dat gaat niet goed komen. En als hij dat denkt meestal, als Nate dat denkt, dan weet je wel... Chloe Fraser, oké. Okay. Dan weet je dat het sowieso fout gaat, maar we gaan het waarschijnlijk alsnog doen. Chloe Fraser en Harry Flynn. Nate blijft nog echt een beetje die vrouwen meneer. We gaan door het riool. Dat is al perfect. We scale up the wall, run across the rooftops and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. Bob is your uncle. Klaar is Kees, betekent dat. I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. We moeten een olielamp fixen. Yeah. It's worthless. Een olielamp. Neither do we, that's... Dat is echt helemaal niks waard. Dat zolang er geen geest uitkomt, geen blauwe geest, dan is het niks waard. Oh, maar er is meer. Nou, laat zien dan. In Trebizondo sumus. Wat is dat? Borrowed it from the files of the nutcase. Ja, en dan wil Nate het wel doen. Father, Maffeo en I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Marco Polo heeft dat geschreven. We gaan schatten jagen, jongens. So that it should not fall into the wrong hands. I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know, someone want to fill me in. Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 okay. ships loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later with only one ship left and only 18 passengers. Dat zijn nogal veel mensen ineens verdwenen. Every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships. Wat is er gebeurd met al die schepen en die passagiers? Ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. En wij gaan het gewoon halen. So, we're dicking this guy over, right? Ja, precies. Dus wij gaan hem halen. En zijn client krijgt helemaal niks. Zijn client krijgt gewoon helemaal niks. Ze gaan ervoor hoor. Een nieuwe schat. Het is Marco Polo. Die een treasure heeft. Alleen uiteindelijk blijven we dus in een echt kutpositie hebben beland. We zijn uiteindelijk beland in dit sneeuwachtige gebeuren. Maar ik snap nu in ieder geval wat het doel was. Onze missie is alleen helemaal raar geworden. Hoe krijg je jezelf daar? Oh, we mogen bewegen. Maar hoe dit verder gaat, jongens, dat zien jullie de volgende keer. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even weten de reacties wat jij er at the moment van denkt. Als je dit nog nooit hebt gezien,
Probeer niet spoilers te zeggen als je dit al op de PlayStation 3 hebt gespeeld. Ik speelde het in ieder geval voor de eerste keer. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, net zoals ik. Laat even een duimpje omhoog achter. En tot de volgende keer. Later!